Een goede spreker weet zijn publiek vanaf de allereerste seconde te boeien. Daar zijn strategieën voor. Drie daarvan leg ik je uit in deze video. De eerste taak van iedere spreker is om de welwillende aandacht van zijn publiek te krijgen. In de klassieke retorica wordt dat de captatio benevolentiae genoemd en er zijn boeken over volgeschreven. Het feit dat het namelijk stil is in de zaal en iedereen naar jou kijkt en zijn mond houdt, wil nog niet zeggen dat mensen naar je luisteren. Denk maar eens aan jezelf als je in een zaal zit en luistert naar een spreker. Hoe makkelijk is het wel niet om je aandacht te verliezen? Kortom, als spreker moet je ervoor zorgen dat je vanaf de allereerste seconde de aandacht vastpakt. En de eerste techniek om dat goed te doen is door direct aan het begin van je verhaal een vraag te stellen aan de zaal. Kijk hier eens naar een voorbeeld. You and I are not very different from this flower. Just like this flower is unique, you are unique. All of us have something special that makes us as beautiful. Do you know what makes you special? Waarom is dit nu een goede vraag? Nou, dat bestaat eigenlijk uit drie onderdelen. Op de eerste plaats is het een goede vraag, omdat de vraag of jij als individu bijzonder bent, een vraag is die heel veel mensen interesseert. Sterker nog, ieder mens stelt zichzelf die vraag wel eens. En het is dus goed als die ook eens een keer in zo'n zaal gesteld wordt. De tweede reden waarom die vraag goed werkt, is omdat je als spreker direct je publiek betrekt bij jouw verhaal. Je stelt ze in één keer centraal in jouw boodschap. En de derde reden dat deze vraag of een vraag goed kan werken is omdat het een perfect vertrekpunt vormt van de eigenlijke opening van jouw presentatie. Kortom, het stellen van een goede vraag aan de zaal direct aan het begin is een goede manier om de aandacht in één keer vast te pakken. De tweede strategie voor een vliegende start is door vanaf de eerste seconde duidelijk te maken dat jij een urgente boodschap hebt. Kijk eens naar deze start van de TED Talk van Jamie Oliver. Sadly, in the next 18 minutes when I do our chat, 4 Americans that are alive will be dead through the food that they eat. My name's Jamie Oliver, I'm 34 years old. I'm from Essex in England. And for the last 7 years, I've worked fairly tirelessly to save lives in my own way. De komende 18 minuten zullen 4 Amerikanen sterven door het eten dat zij eten. Dat is nog eens een binnenkomen van een speech. In één keer is datgene waar mensen misschien voor gingen zitten, een leuk verhaal van Jamie Oliver, urgent geworden en belangrijk geworden. Het is een verhaal geworden waarin mensenlevens gered gaan worden. Nou, ook deze techniek kun jij zelf toepassen in jouw presentaties. Zorg ervoor dat je in de voorbereiding nadenkt wat nou het belangrijkste is wat jij gaat doen en verwoord dat in één zin aan de start van jouw presentatie. Bijvoorbeeld, in de komende kwartier ga ik jullie de belangrijkste succesfactor geven voor online marketing. Of een andere zin kan zijn: de meeste mensen die heel veel stress ervaren, ervaren die stress omdat ze zichzelf nooit die ene belangrijke vraag stellen. Ik ga u vertellen wat die vraag is en ik ga u ook nog eens vertellen wat er op het antwoord zou moeten zijn. In beide gevallen een startzin die als het goed is in één keer de aandacht trekt en een springplank biedt voor de rest van jouw betoog. En dan de derde en laatste strategie voor een ronkende start van jouw betoog. En dat is door simpelweg te beginnen met een persoonlijke anekdote. Kijk maar eens naar dit voorbeeld. I grew up in a very small country town in Victoria. I had a very normal, low-key kind of upbringing. I went to school. I hung out with my friends. I fought with my younger sisters. It was all very normal. And when I was 15, a member of my local community
approached my parents and wanted to nominate me for a community achievement award. And my parents said, that's really nice, but there's kind of one glaring problem with that. She hasn't actually achieved anything. Yeah. And they were right, you know. I went to school, I got good marks, I had a very low-key after-school job in my mum's hairdressing salon, and I spent a lot of time watching Buffy the Vampire Slayer and Dawson's Creek. Yeah, I know, what a contradiction. But they were right, you know, I wasn't doing anything that was out of the ordinary. Waarom werkt een persoonlijke anekdote nou zo goed aan de start van een betoog? Nou, ook daar zijn eigenlijk weer drie redenen voor. Op de eerste plaats vinden wij mensen het gewoon heerlijk om naar verhalen te luisteren. Het zorgt voor verstrooiing. Het trekt je even weg uit het hier en nu. Tweede reden is dat zo'n anekdote jou als spreker persoonlijk maakt. Het zorgt opeens dat jij van die anonieme spreker een mens van vlees en bloed wordt. Dus het maakt je sympathieker en tastbaarder. En de derde reden waarom een anekdote zo goed werkt, is omdat een anekdote vaak symbool staat voor iets waar mensen zichzelf ook aan kunnen relateren. Stel dat ik aan het begin van mijn verhaal vertel dat ik als kind nog wel eens moeite had om de discipline te vinden om mijn huiswerk te maken, dan zullen heel veel mensen dat herkennen. Of omdat ze dat zelf vroeger ook hadden, of omdat ze zelf kinderen hebben die dezelfde uitdaging hebben. Kortom, door die ene illustratie van jouzelf maak je een wereld openbaar die mensen kunnen herkennen. Kortom, de anekdote is een goede manier voor de aftrap van jouw betoog. Dat waren ze dan de drie tips voor een overtuigende start van jouw presentatie. 1. Stel je publiek een vraag. 2. Maak je betoog vanaf de eerste seconde urgent. En 3. Vertel een mooie persoonlijke anekdote. En ben je nou geïnteresseerd in nog meer overtuig- of spreektips? Klik dan op de link hieronder, dan kom je in onze bibliotheek terecht en vind je nog veel en veel meer. Ik wens je heel veel succes met jouw eerstvolgende presentatie.